dit is het beeld. Ja, zeker. Van Silke van Wijnsbergen, dat alles zegt. Hè. Ja, tuurlijk. Gent kan met recht en reden heel tevreden zijn over deze partij. Bij Brugge is dat iets minder, maar dat hoort erbij. Dus ja, verrassing van het weekend. Ik was inderdaad wel wat geprikkeld. Niet zozeer over de huidige situatie van dit seizoen. Want allee, ja, we hadden inderdaad een heel moeilijke start. Maar ik vond het gewoon wat ja, te negatief of te weinig respectvol naar de club Gent zijnde. Wat dat we toch betekend hebben voor het vrouwenvoetbal. En dat we daar toch vaak als eerste bepaalde stappen gaan zetten zijn. Hè. 6 keer trainen in de week, semi-professioneel omgaan met het vrouwenvoetbal, daar waren wij als eerste in. En andere ploegen zijn gevolgd en boeken misschien meer resultaat nu op dit moment. Maar ik vind niet dat we de voorbije jaren mogen uit het oog verliezen. Hè. We zijn toch constant de laatste 5 jaar in top 3 aanwezig geweest. En dan ja, heb je nu een moeilijke start, maar ben je niet per definitie onmiddellijk een middenmotor in mijn ogen. Maar zwart, ja, we moeten de resultaten neerzetten op het terrein. En daar niet te veel mee bezig zijn. Maar de spelers hebben dat ook goed opgepikt. Allee, ik denk dat het inderdaad geen gegeven is om na een 1-12 ja, toch de rug te rechten en zo een reeks neer te zetten. Je moet wat geluk hebben en dat de juiste spelers op de juiste moment in vorm zijn. En dat beginnen we nu weer te hebben. En ik denk dat we dan wel kwaliteit hebben om zeker in die play-off 1 aanwezig te zijn. Het was niet zo goed gestart, maar dat moest wel een beetje op gang komen, denk ik. En één keer dat we dan vertrokken waren en de ploeg draaide goed en zo, dat denk ik wel dat we dan konden laten zien wie een Gent echt is. En dat we echt wel mooi voetbal konden brengen. En dat we ook echt een ploeg zijn voor, ja, voor mee te spelen. Een play-off 1 sowieso. En we zijn blij dat we hem kunnen tonen dat we toch wel meedoen. Laure Jacobs tente sa chance à distance et bat classe dans le but. Gant ouvre le score. Dat was echt zo'n mooi voetbal en ook gewoon een goede mentaliteit en zo. En dat is jammer dat we dat dan niet tegen standaard konden brengen. Maar ja, nu na de interlands zullen we gewoon zo verder doen. Like dat we tegen Leuven en tegen Club Brugge spelen en dan zou het wel goed komen, denk ik. Het is ook niet dat zo expliciet gepland was. Oké, okay, de puzzelstukken vielen dan ook in elkaar op het juiste moment. Maar het is moeilijk om dat op voorhand te voorspellen. Dus de punten die we kunnen nemen al voor nieuwjaar moeten we nemen. Maar ik denk dat gezien de geschiedenis dat voor play-off 1 te spelen, ja, dat je een 7-28 punten nodig hebt om erin te geraken. Dus ja, weten wat dat ons te doen staat. En dat is zo snel mogelijk richting dat puntenaantal proberen te geraken. Je hebt al eens tegen elkaar gespeeld en je weet toch wat meer van je tegenstander. En ploegen gaan zich daar op een bepaalde manier gaan op instellen. En ja, dan kan je soms wel eens voor moeilijke matchen komen te staan. En dan moet je soms wat geluk hebben of toch je individuele kwaliteit om een match open te breken. Maar ja, je weet ook, in voetbal kan dat ook niet elke wedstrijd. En dan kom je soms wel eens ja, verrassende uitslagen tegen. Ja, dat is waar. Ik denk dat we nu gewoon voor winst op die 3 matchen alles moeten geven. En zo goed mogelijk resultaat behalen en dan goede winterstop in kunnen gaan. Dus het is inderdaad wel belangrijk, die match.